In dit filmpje leg ik je uit hoe je foto's kan verbergen op je iPhone. Hallo, ik ben Otto Ome. Welkom op mijn YouTube-kanaal. Als dit de eerste keer is dat je op mijn YouTube-kanaal komt, druk dan even op de abonneerknop en zet ook het belletje aan. Eerst moet je iets gaan nakijken of aanzetten bij instellingen. Dus je opent instellingen, je gaat naar foto's en gebruik Touch ID moet aanstaan. Ik gebruik een iPhone SE 2020, die heeft geen Face ID. Dus bij iPhones met Face ID moet het gebruik van Face ID aanstaan. Hierdoor wordt er gevraagd naar het gebruik van Touch ID of Face ID als je verborgen foto's wilt bekijken. Hoe verberg je nu een foto of filmpje op je iPhone? Je opent foto's, tik op selecteer rechtsboven, selecteer de foto of het filmpje dat je wilt verbergen, selecteer de drie puntjes rechtsonder en selecteer hier verberg. Selecteer nogmaals verberg foto en de foto verdwijnt uit het zicht. Hoe kijk je nu naar verborgen foto's? Je opent foto's, ga naar albums, scroll naar onder en bij andere zie je nu de album verborgen. Selecteer de album verborgen en nu moet je jouw Touch ID of Face ID gebruiken om de foto's in dit album te zien. Hoe kan je deze foto's of video's uit het album verborgen halen? Je opent foto's, ga naar albums, scroll weer naar onder, selecteer het album verborgen en nu moet je jouw Touch ID of Face ID gebruiken om dit album te zien. Tik op selecteer, rechtsbovenaan, selecteer de foto of het filmpje dat je niet meer wilt verbergen, selecteer de drie puntjes rechtsonder en selecteer hier toon. En de foto is hier niet meer verborgen. Niet moeilijk, probeer het zelf ook maar eens. Succes! Abonneren, delen en reageren!